Dan energiebedrijven, die zijn niet gerust op dat prijsplafond dat eraan komt. Nee, dat energieplafond, het prijsplafond, dat gaat er komen. Want in de Tweede Kamer is een grote meerderheid voor. Dat bleek ook gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen. Maar er zijn heel veel vragen hoe dat er dan precies uit komt te zien. Niet alleen is dat het geval bij de oppositie, maar ook bij de energiebedrijven. In Trouw doet Cora van Nieuwenhuizen een oproep namens de energiesector. Ze zegt, maak snel besluiten en vooral schiet ook geld voor. Want de sector die wil garanties van het kabinet. Ze moeten per direct geld gaan bijleggen om de verminderde inkomsten te compenseren. Vooral ook omdat sommige energiebedrijven richting de rode cijfers schieten. Het is een harde eis. Anders gaat dit niet, zegt Van Nieuwenhuizen. En ook moeten ze zo snel mogelijk weten wat nou precies die maximale prijs gaat zijn, hè, voor elektriciteit en gas. Want zolang ze dat niet weten, kan er ook niet alles geregeld worden voor dat prijsplafond. En het doorvoeren van zo'n plafond, ja, dat is een hell of a job, zegt Van Nieuwenhuizen. We weten nu dat er zo'n prijsplafond komt, maar voor de rest weten we eigenlijk nog heel weinig. Het is heel onduidelijk. Merk je in jouw omgeving helemaal ook dat dat voor toch nog wel veel zorgen geeft bij mensen? Ja, heel erg. We zien het gewoon ook bij de reacties bij ons online. Dat heel veel mensen zoiets hebben van als je alleen een AOW krijgt en je hebt met een verdriedubbeling te maken van je gasverbruik. Dat er blijft heel weinig leefgeld over. Ik zie om me heen, ik heb het zelf ook, verdriedubbeling bij vrienden, collega's. Die verdriedubbeling is echt aan de gang. En dan als je gaat van 210 naar 685 euro, dat, neem daar bijvoorbeeld een AOW bij, dan blijft er echt heel weinig over. Ja. Vindt u het eigenlijk logisch dat die energiebedrijven zeggen, wij willen dat dat bedrag, hè, die compensatie tussen de maximumprijs en de marktprijs, dat wordt voorgeschoten? Of zegt u, nou ja, ze hebben misschien wel een buffer en daar moet het even uitkomen? Ja, die regeling moet zo snel mogelijk komen. Daar wordt nu natuurlijk hard aan gewerkt. Daar zal dan ook de invulling aan worden gegeven wat dat betekent in kader van compensatie van energiebedrijven. Dat energiebedrijven gecompenseerd moeten worden, ja, dat is ook helder. Maar het duurt wel natuurlijk allemaal lang, hè? Het is ook niet makkelijk, denk ik, om zo'n regeling in elkaar te sleutelen. Ik denk dat het goed is dat nu de afspraak is gemaakt dat dat plafond er komt. Maar ja, zo snel mogelijk die regeling, zodat mensen ook weten waar ze aan toe zijn. En inderdaad dat mensen hun rekeningen gewoon nog kunnen betalen. Want ja, veel mensen zitten natuurlijk met grote zorgen. En sommige mensen kunnen al de rekening niet meer betalen. Daar moet zo snel mogelijk een oplossing voor geboden worden. En het kabinet met de Kamer is daarmee nu aan de slag.